Want je klinkt heel dun. En jij klinkt heel... Hans, ga even op de grond liggen! Kom op! Oké, rustig, maat. En dan adem je in door je neus en dan ga je gewoon geluid maken. Zijn we gaan toch muziek maken? We gaan toch... We zijn even je stem aan het opwarmen nu. Is goed, die is hartstikke warm, maat. Doe maar een slok. Nou, je klinkt nogal dun, heb ik net gehoord. Hij klinkt nogal dun. Mm-hmm. Dus hij krijgt die zaal nooit helemaal gevuld, dun, denk ik. Weet je wat dun is? Ja. Je moeder. Ik moet je heel eerlijk zeggen, nou heb ik al best wel veel gezien in mijn leven. Maar dit kan echt niet. Ik heb echt geen idee waar ik in terecht ben gekomen. Echt niet. Oh. Destiny, gij lelijke, lelijke vrat. Daar gij onze Johan het gevat. Dat was het. Dat is het? Ja. 30 jaar geleden, daar achter de school. Stopte gij zonder dat ik het wou, jouw vinger in mijn hol. Ja. Goed, het is mijn smaak niet, maar we gaan hiermee werken. Het woordje hol, het is een klein woordje. Niet hol, je zegt hol. Maar zegt hol. Oh, hol. Hol, juist. 30 jaar geleden. We waren niet eens begonnen. Maar ik denk, nou, concentreer me dan op één woord. Want hij is totaal niet verstaanbaar. Daar zo achter de school. School, stopte gij zonder dat ik het wou. Jouw vinger in mijn hol. En hij zal het wel weer redden met zijn charme. Hij heeft natuurlijk een bepaalde charme. Bij het klootjesvolk in Brabant. Jongens, 30 jaar geleden, achter het fietsrek. Hey, stop de rit, jij het wou, okay. Mijn leuke. Sorry, hoor. Ja, nee. Hij wil niet. En ik, als jij niet uitkijkt, gaat dit jou je carrière kosten. Maar dat is een gratis tip. Ik zou mijn vingers er niet aan verbranden, hoor. Ik hoop dat jullie er ook uitkomen. Ja. Ik bel. Ik bel. Succes al. Jouw tepel in mijn bek. Sowieso een beetje gezelligheid. Ja, maar even één ding. Hè? Ik wil dicht bij mijn eigen blijven, daar wil ik. Hè? Ik ben 6 maanden geleden, ging ik bijna kapot, maat. Ik lag in het ziekenhuis, ik ben door het oog van de aas gekropen. Hè? Laat je botsen, laat je botsen. Nou, als jij vraagt wie Hans is, dit is Hans. Ik denk het authentieke van Hans, daar moet er niet echt aan, daar moet er niet aan gaan komen. Je kent niet, kijk, als jij een motor uit een Manta haalt, dan rijdt hij ook niet meer. Weet je wat ik ga doen, maat? Ik ga lekker rimpan petten thuis. Jij zoekt het maar uit. Ik ga niet meer spelen waar jij allemaal zelf wil. Ik ga zingen en spelen waar ik zelf achter sta, waar ik zelf zin in heb. Ga je eruit! Nee. Hasje! Deze jongen doet niet meer mee! Niet bij mij. Niet.